Leo met verlof. Ik vraag uw aandacht voor een radiocomedie door Claude Denis en Pierre Nivolet. Dit werk werd in 1957 bekroond met een eerste prijs van de Radio-Télévision Française. De muziek voor dit spel werd speciaal gecomponeerd door Jean Vienner. Vertaling Frans Bronklaus. Regie Léon Povel. Lieve moeder, ik schrijf u om te vertellen dat ik veel eet en dat ik het goed maak. En dat ik een prettige vakantie heb. Ik eet heus veel en ik heb het hier erg leuk. En ik ben heel erg tevreden. Nou, heb je brief bijna klaar? Ja, tante. Schiet hem wat op, hè? Om een brief af te maken, zal ik u een leuk verhaal vertellen. Het is hier gebeurd, in Mont-Vernon-Lettrée. En het begon met tromgeroffel. Boeren, burgers en buitenlui. Het gemeentebestuur van Mont-Vernon-Lettrée heeft de eer en het genoegen aan alle inwoners mee te delen dat de nationale feestdag, zoals ieder jaar op de 14e juli, gevierd zal worden. In verband daarmee brengen wij u in herinnering dat de bevolking verzocht wordt om bij die gelegenheid naar best vermogen en zo feestelijk mogelijk te vlaggen. Zegt het woord! Doe het raam dicht. We kunnen elkaar nauwelijks verstaan. Die vent maakt zo'n lawaai. Wat wie? Lawaai de dorpsomroeper? Kom nou. Als hij op zijn ezelsvel roffelt misschien wel, maar als hij omroept dan hoor je hem niet meer. Nee, meneer Onderwijzer, begint daar nu niet over. Daar is het nu niet het juiste ogenblik voor. Het is altijd het juiste ogenblik, meneer de burgemeester, om zijn vergissingen in te zien. Oh, en zich te herinneren dat de Clerc Soleil bijvoorbeeld de gemeente over een luidsprekerwagen beschikt. Dat is modern, dat moet je ze toegeven. En dat bewijst dat de Clerc Soleil de burgemeester voor de vooruitgang is. Het bewijst alleen dat hij voor lawaai is. Ach. Maar ik ben voor stilte en rust. En ik neem geen voorbeeld aan Clerc Soleil, maar aan Parijs. Kom, heer. Ja, nee. Elke keer als de gemeenteraad vergadert, is het hetzelfde liedje en wordt er alleen maar over die luidsprekerwagen gesproken. Allicht. Ja, maar vandaag zijn er andere problemen aan de orde. Ja, natuurlijk, meneer Pasteur, natuurlijk. Zolang men uw klokken maar hoort, hè. Laat alle luidsprekers u koud. Ik geloof zelfs dat u bang bent dat er ooit zo'n luidsprekerwagen komt. Ik? Ja, u. Want zo'n luidsprekerwagen, dat is de strijdbare stem van de lekenwereld. Zo'n luidspreker zal het geluid en het getingel van uw klokken overstemmen. Zo'n luidspreker zal luid rondbazuinen. Heren, spijt me dat ik u alweer tot orde moet roepen. Nee. Jazeker, u beiden. U niet ter zake doen, de ruzie springen ons maar van ons thema af. En toch is het ernstig genoeg, zou ik zeggen. Dus, mijn heren, het zaklopen... Nee, nou is geen zaklopen meer. En waarom niet? Het is toch heel leuk en aardig? Maar niemand vindt er meer wat aan. Ja, zo is het. Het gaat ermee als met mastklimmen. Weten jullie nog hoe het vorig jaar ging? Ja. Je kon er een ham mee verdienen. Maar niemand klom erin om eruit te halen. Als we dan eens twee hammen aanhingen. Ja, dat is een prachtig idee. Ja. U hebt een slagerswinkel. Allicht dat u ervoor bent. Nee. Volgens mij moeten we van het bal iets aparts maken. Juist. Dat valt altijd in de smaak. Ja, daar ben ik al volkomen mee eens. Behalve het genoegen, nietwaar, dat het verschaft is, zo'n bal een sociale factor, nietwaar, die niet te verwaarlozen is. Neemt u me niet kwalijk, maar wat bedoelt u nou eigenlijk met die dure woorden? Ja, nou ja, ik bedoel eigenlijk meer dat het bal door het vormen van dansparen, hè, één groot demografisch effect bezit dat aangemoedigd dient te worden. Oh, kom nou, alsof die jeugd op de nationale feestdag wacht om elkaar om de nek te vliegen. Oh, wat weet u daarvan, meneer Pasteur? Oh, ja. Of danst u soms? Nee, maar ik hoor biecht. Meneer de onderwijzer. Heren. Zal ik u eens wat vertellen? Als niemand zich amuseert, dan komt dat door de bioscoop. Daar zit hem de knoop. Wow. Het is die bioscoop die ons dwars zit. U wilt dat toch zeker niet tegen Hollywood opnemen? En waarom niet? Ja, heren, laten we ons niet in illusies verliezen, mijn heren. Maar blijven we bij de werkelijkheid. Ik heb een voorstel te doen. Wij luisteren, meneer de burgemeester. Vanmorgen ontving ik een brief van een kermisklant. Ja, een zekere Alguero. Hij vraagt toestemming om op het terrein van de gemeente te mogen optreden
met een leeuw. Oh, een leeuw? Leeuw? Ja, meneer, een leeuw. En ik dacht zo, ja, misschien... Ja, maar natuurlijk, laat maar komen. Ja, waarom niet? Uitstekend, een leeuw. Uitstekend. Ah, ja, ja, op voorwaarde natuurlijk dat men zich de exclusieve rechten verwerft. Ja, wat betekent dat nou weer? Dat betekent dood eenvoudig dat men onze gemeentenaren deze attractie aanbiedt voor ons dorpsfeest. Dit zal dan een waar schouwspel worden, hè? Instructief, gratis, vrij van kerkelijke invloed. Ja, maar toch zeker niet verplicht, hè? Oh, ja, 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 ja. Tenslotte is het een nationale feestdag en dan... Nee, heren. U begint toch zeker niet weer opnieuw? Nee, vooral niet nou iedereen het eindelijk eens een keer eens is. Ja, laten we liever de vergadering sluiten. Het is dus afgesproken dat we een leeuw krijgen. Nou, om onze gemeentenaren een verrassing te bezorgen, vraag ik u om de meest volstrekte geheimhouding. U moet weten, moeder, dat in Montfermeil-en-Lettrée een geheim is. Het bewijs is dat ze het pas de volgende dag te weten kwamen. Mijn dierbare broeders, mogen uw hart op het zien van een leeuw niet slechts blijven staan bij het werelds genoegen van het ogenblik, maar mogen tevens een aanleiding zijn tot grotere vurigheid. Vermaakt u, mijn dierbare broeders, dat is het recht van alle gelovigen, maar dat deze leeuw u herinneren aan de eerste offers, aan het bloed dat vloeide in de Romeinse arena's, aan de martelaren van onze heilige kerk. Beginnen we nu aan de les in de natuurlijke historie. Schrijf op. De leeuw. De leeuw, komma, van het Latijnse leo, komma, van het geslacht der katachtigen, wordt meest aangetroffen in de wouden van Afrika. De leeuw, komma, valt de mens aan, komma, werpt hem ter aarde en verslindt hem. Een groene kleedje op de kaarten, een glas witte wijn en maak wat voort, Juliette. Ik kom dadelijk. Ja, en voor mij een anisette met een schutje cassis, hè? Oh, u drinkt rare dingen, mijn beste. Zeker een nieuw middeltje. Oh, een middeltje tegen de dorst, om u de waarheid te zeggen, mevrouwtje. En ook een herinnering, ach ja. Die leeuw doet me aan mijn avonturen in Afrika, denk ik. Well, ik wist dat u aan wiggelroede lopen deed, meneer de apotheker, maar niet dat u ontdekkingsreiziger was. Oh, wat opwindend. Vertel er eens wat meer ja, van. Ja, schud in alle geval eerst even de kaarten. Ja, ik geef. U was dus in Afrika? Ja, ik diende daar bij het leger, mevrouwtje, als officier van gezondheid. Wat, in het oerwoud? Nee, niet zo diep het land in. In Algiers. Nou, dat is toch in ieder geval Afrika. Ja, uw beurt. Ach, Afrika. Een hel van zand, een hel van dorst, een hel voor de mens. Ja, 50 punten, boer, vrouw, koning en aas. Het schijnt toch dat men zich in de kolonie ook alles behalve verveelt. U begrijpt wel wat ik zeggen wil, hè? Ja, ach ja, het is inderdaad een heel ander leven, mevrouwtje. Moeilijk, gevaarlijk, opwindend. Maar het brengt niettemin veel ontgoochelingen mee. Zo, troef, troef en nog eens troef. Mijn heren, telt u slagen. Maar als u al eens in Afrika was, meneer de apotheker, dan zult u toch ook wel leeuwen hebben gezien? Ja, he? Ja, die heb ik gezien. Ja, oh. Inderdaad. Oh, en hoe ziet zo'n leeuw van dichtbij gezien nou wel uit? Weet je, zo'n beetje hetzelfde als vanuit de verte gezien. Oh. Oh. En groter dan. Ja. En wat voor kleur heeft zo'n leeuw? Dat hangt van de soort af. Ja, maar zo over het algemeen? Zo in het algemeen is het de kleur van een jong hert. Oh. En eten die beesten veel? Ja, honderden kilo's, mevrouwtje. Honderden kilo's. Oh, honderden kilo's? Ja, niet tegelijk, natuurlijk. Ja, kom, kaarten, mevrouw, of kaarten we niet? Ja, we zijn geheel tot uw dienst, mijn beste. Geheel tot uw dienst, hoor. Ja, maar toch zou ik nog wel eerst graag wat ijs in mijn anisette gehad hebben. Juliette.
Juliette! Dat helpt toch niet. Die zit bij de pensioengast, de jonge Parijzenaar. Ze zal zich heus niet vervelen, die dochter van meneer de burgemeester. Oh, het is toch maar een kind. De ondeugd breekt vroeg uit. Moet je zien met wat voor ogen ze naar de Parijzenaar kijkt. Het is dus waar dat je je verveelt. Heus, Juliette, helemaal niet. Natuurlijk is Montfermeil geen grote stad. Het is Parijs niet. Ja, goed, dat is wat anders. Ze zijn aardig, hè, de Parijse meisjes. Waarom zeg je dat? Nergens om wat te zeggen. Dus het staat vast dat je vanavond vertrekt. Ik moet wel. Mijn vakantie loopt af. Maar volgend jaar kom ik terug, Juliette. Dat beloof ik je. Ach, er gebeurt zoveel in een jaar. Waar ben je bang voor? Dat de leeuw je opeet? Dat beest? Daar ga ik nog niet eens naar kijken. Waarom niet? Je ziet er zo somber uit. Je hebt afleiding nodig, ontspanning. Morgen zal mijn hoofd er niet naar staan. Juliette, waar ga je naartoe? Nieuwe karaf wijn voor je halen. Deze is bijna leeg. Nee, blijf. In de gelagkamer wachten klanten. Als mijn vader dat zag, zou hij boos op me zijn. Luister, Juliette. Als ik eens bleef. Als ik het zou kunnen schikken. Ik bedoel, als ik nog tot morgen hier bleef voor het feest. Ja? Dan zouden we misschien samen de leeuw kunnen gaan zien. Samen? Ja, Juliette. Samen. Nou, u ziet wel, moeder, dat iedereen het over de leeuw had. En ze vonden het allemaal fijn. Maar er waren twee zwarte schapen in het dorp. Geen echte schapen natuurlijk, maar twee knapen die door tante zo genoemd werden. De een heette Milou, een echte boef, maar daar kwamen ze later pas achter. De ander die zijn vriend was, was er een van het dorp. Ze noemden hem de straathond. Waarom? Ja, dat weet ik niet hoor. Ik heb alleen gemerkt dat hij alle mannen van hier papa noemt en dat vinden ze niks prettig. Desmorgens op de speelplaats van de school hengelwedstrijd om prijzen, alleen voor kinderen. Smiddags muzikale wandeling door het dorp door de harmonie. 15 uur zanguitvoering door de schoolkinderen. 15 uur 15, signor Alguero, de onverschrokken leeuwentemmer, zal voor ons optreden met Brutus, een Afrikaanse leeuw. Nou, dan zeggen ze nog dat er op een dorp niks te doen is. Pas op, jong, kijk eens niet. Dat is nog niet alles, het feest gaat door. Na de leeuw krijgen we Jan Klaassen en... Bonjour, veldwachter. Bonjour, papa. Ja, genoeg, straathond. Ik heb het niet tegen jou. Goed, papa. Hoorde je niet wat ik zei? Schiet op en verdwijn. Wat kan ik voor u doen, veldwachter? Hou jij je brutale mond, Milou. Je kent de voorschriften betreffende het verblijfsverbod van ontslagen gevangenen. Op mijn duimpje. Waarom heb jij je dan gisteren niet op het bureau gemeld? Haha, dat zou je duur te staan komen. Oh, kom nou. Nee, daar kun je op rekenen. Ik zal een gepeperd rapport over je uitbrengen. Geheel tot uw dienst. Tot ziens, veldwachter. Tot ziens, papa. Eindelijk brak de grote dag aan. Meneer de burgemeester had de bomen vol met lampions laten hangen. En hij had zelfs de vlaggen laten wassen. Op het podium was een groot rood gordijn, zoals bij een toneelvoorstelling. Achter het gordijn stond een kooi. En in die kooi zat de leeuw Brutus. Iedereen wachtte vol ongeduld. Meer dan een half uur heeft meneer de onderwijzer de schoolkinderen laten zingen. We dachten dat het gordijn nooit open zou gaan. En de mensen dachten, krijgen we die leeuw nu te zien of niet? Maar niemand kon daar een antwoord op geven. Want op het laatste ogenblik gooide Brutus alles in de war. Omdat hij zo'n vreselijke honger had. Ja, een vast bedrag is een vast bedrag. Ik geef geen duim breed toe, monsieur Alguero. Maar dat vast bedrag was voor het optreden. Nee. Alleen voor het optreden, niet voor de voeding. U moet een besluit nemen, burgemeester, hoe dan ook. Wat moet ik met al dat vlees als u het niet wilt? Ik heb honderden kilo's ingeslagen, mijn hele winkel ligt vol. Makke, ik wil uw vlees heel graag, mevrouwtje mio. Maar het betalen doe ik niet. Het eten van de leeuw komt altijd ten laste van de gemeente. Ik houd maar mijn contract.
Er is nooit sprake van geweest dat ik dat best van u te eten zou moeten geven. Maar als het nu eenmaal is, is zo gebruik. In alle landen is het zo, de burgemeester betaalt. Altijd, altijd, altijd. Ach, arme broeders. Hij heeft al 24 uur niet gegeten. Kom, meneer de burgemeester, doe iets. Nou goed, geef hem dan maar een beet om een koest te halen. U spreekt over een edel en edelmoedig dier zoals de schoothondje. Oh, Madonna, als u toch een hart had. We kunnen ook niet langer wachten, meneer de burgemeester. Die arme kinderen hebben geen stem meer. Het is onmenselijk ze zo te laten zien. Ach ja, die arme kleine, pover bambini. Nou ja, goed, kom dan maar eerst op met die leeuw. Later spreken we dan maar verder. Dus, u betaalt. Ik heb uw woord. Ten dele. Enkel ten dele. Nee, niente, dat gaat niet. Ik kan mijn leeuw niet ten dele laten zien. Ik laat me niet voor de gek houden. Alles of niets. Voor u zo goed als voor mij. Neem een besluit, meneer de burgemeester. Het volk wordt ongeduldig en komt in opstand. Nou, goed dan. Maar het is alleen maar zo om een eind aan te maken, hoor. Ik zal betalen. Juliette, kom hier. Hier kun je beter zien. Hemeltje, wat een mensen. Ja, je vader heeft een schitterend idee gehad. Ik wed dat die leeuw voor hem de mooiste dag van zijn leven zal zijn. Oh, kijk, François. Zelfs de mensen van Clair-Soleil zijn hierheen gekomen. Het hele dorp is hier. Waarom? Hebben ze in Clair-Soleil dan geen feest vandaag? Jawel, maar zij hebben geen leeuw. Stilte! Laat meneer de burgemeester spreken! Geen lange redenvoering van de leeuw! Stilte! Geachte medeburgers, over enkele seconden zal het republikeins rood van dit gordijn opgaan voor een grote verovering van de mens. De leeuw. Gij zult hem zien in levende lijven, brullend en indrukwekkend, zijn woeste manen schuddend in de lichte bries van ons lieflijk dorp. Nog één enkel woord. De teergevoelige en fijn besnaarde dames mogen gerust zijn. Het schouwspel is onschuldig en kan geen kwaad. Niemand hoeft iets te vrezen. Alleen de temmer loopt het risico opgegeten te worden. Maar hij is al gewoon. Het is zijn vak. En nu een laatste woord. Leve Montferrand-Lettray! Leve de Republiek! Leve de leeuw! Wat er toen gebeurde, was werkelijk verschrikkelijk. De deur van de kooi stond wijd open en Brutus de Leeuw was er niet meer. Iedereen rende weg om zo gauw mogelijk een veilig plekje te zoeken. Een kelder, een schuur, een stal, een kippenhok zelfs. Alles was goed als het wilde verschrikkelijke beest er maar niet bij kon komen. Ook werd de klok geluid om iedereen te waarschuwen. Houd je nu al op? Ik ben geen koster. Klokkenluiden is een apart beroep. Net als dierentemmen. Kom, geef me je hand. We gaan naar boven. Waarheen? Helemaal naar boven, de toren. Dan kun je alles zien wat er gebeurt. En dan zijn we veilig. Jij misschien, maar wat mij betreft weet ik het nog zo zeker niet. Oh, wat heb je zo ineens? Ben je bang voor, hè? Nee, maar wij tweetjes daarboven, helemaal alleen. Dat zou toch niet passend zijn? Oh, wat is dat nu voor onzin? En als we nu een schipbreuk geleden hadden? Huh? Als we op een onbewoond eiland waren? Zou je dan ook denken aan wat passend is en niet? Dat is niet precies hetzelfde. Het is wel precies hetzelfde. Kom, ga mee. Hoorde je niks? Nee. Maar wat hoorde ik dan? Ah, je hoeft nergens bang voor te zijn. Leeuwen klimmen niet in klokkentorens.
Ik ben bang, François. Maar mijn kleine Juliette, ik ben er toch. Dat is het hem juist. Als mijn vader ons hier samen vond. Het is vreselijk. Weet je, mijn vader die... Mis? Ja. Het is beter dat ik wegga, François. Met die leeuw buiten is dat toch wel een beetje gevaarlijk. Ja, je hebt gelijk. Is het niet? De beste oplossing zou zijn als ik hier blijf en jij... Wat? Ja, het is de enige oplossing. Oh nee, stel je voor, ik hecht aan het leven. Ik wil niet de kans lopen met huid en haar opgegeten te worden. Oh, goed dan. Ik verwijt je niets. Ik dacht alleen maar dat... Ik ga. Tot ziens, François. Juliette, waar ben je gek? Ik heb het toch allemaal voor de grap gezegd. Als iemand naar buiten moet, dan ben ik het. Dus, dat is dat. Ik zal gaan. Tot ziens, Juliette. François. Vaarwel. Voor altijd. François! Riep je? Ik? Nee. Oh. Goed dan. Nu ga ik dus. Eén moment. Je zou voor mij kunnen sterven. Ja. Ik was het tenminste juist van plan. François. Juliette. Laten we ons hoofd niet verliezen. Laten we kalm blijven. De leeuw is ontsnapt, goed. Maar wij bevinden ons in de positie van de jager tegenover het wild. De jager heeft altijd het laatste woord. Oh, wat een dag, wat een dag. Kom, een beetje koelbloedigheid, meneer de burgemeester. Uw houding is te laken, meneer de burgemeester, want dit is niet alleen neerslachtigheid, ook defetisme. Vreselijke dag. Toch bent u het die het voorbeeld zou moeten geven. Ik kan hem al niet meer aanzien en hij bezorgt me kippenvel. Uw houding is des te minder te begrijpen, omdat de situatie wel beschouwd niets tragisch heeft. Bedenk, meneer de burgemeester, dat de natuur al logica heeft en dit dier niet gevaarlijk kan zijn. Dat wil ik juist zeggen. Ja, de leeuw valt slechts aan om zich te voeden. Yes. Hij doodt slechts als hij honger heeft. Precies. Maar een dier van het circus. Goed verzorgd. Goed doorvoed. Oh, alle duivels nog aan toe. Zegt u hem dan dat het zo is, meneer de apotheker? U zal hem misschien geloven, want u was immers in Afrika. Alles wat die heren zeiden is volkomen... Hel en duivel, wat een ellende. U hoeft niet te vloeken, meneer de burgemeester. Maar omdat u niet de moed hebt hun de waarheid te zeggen, zullen monsieur Alghero en ik het doen. Wat een dag. Mijne heren, de leeuw heeft niet gegeten. Uit kleingeestigheid, kwaadaardigheid heeft die man geweigerd het voedsel voor de leeuw te betalen. Nou weet u de volle waarheid. Maar meneer de burgemeester, hoe hebt u dat kunnen doen? Hoe? Waarom? Het is toch makkelijk iemand te beschuldigen. De feiten hebben mij ongetwijfeld in het ongelijk gesteld, maar mijn bedoeling was lofwaardig. Ik wilde sparen. Op de gemeente financiën. Gaf u je rekenschap van de gevolgen? Ik meen het er goed in doen. Oh, gelukkig. Oh, wat een dag. Het is waanzin. Wanbeleid, sabotage. Ik zeg dat het een misdaad is. Misdadigers hebben ze wel voor minder opgehangen. Een misdaad? Het is erg, heren. Het is een stommiteit. Ach, wat jullie praten met de oren van het hoofd. Ja, goed. Ik heb een vergissing gemaakt. Maar ik neem de verantwoordelijkheid op me. Maar nog altijd, uw burgemeester. En ik ben het die hier te bevelen heeft. In plaats van te klagen en te jammeren en mij te beschuldigen, konden we ons beter verenigen. Alle hulpkrachten van het dorp dienen te worden gemobiliseerd. Begrijpen? Nou goed dan, heren. Laten wij ons mobiliseren. Zonder nog langer te wachten, sloegen ze aan het mobiliseren. Maar hoe ze ook aan de deuren belden en klopten en bonkten, alle deuren bleven potdicht. En tenslotte mobiliseerde de algemene mobilisatie alleen maar de mobiliseerders. Peloton!
Mijn heer, alvorens het dorp te verlaten, maken we eerst ons krijgsplan op. Uitstekend. Wij zijn niet bijzonder talrijk, maar wij zijn verenigd. Welaan, laten wij verenigd blijven, want eendracht maakt macht. Bravo. Dit is wat ik u voorstel. Wij zullen ons verspreiden in de richting van het kleine bos. Ja, maar de eendracht dan? Ah, stilte, stilte, stilte. Een beetje meer tucht en orde. Wij zullen met stokken op de grond voor ons slaan totdat de leeuw uit zijn hol komt. Daarna vellen we hem. Broeders vellen! Oh, madonna! Ja, ja, en als we hem met al die herrie op stem hebben gejaagd, zal hij ons bespringen voordat we de kans krijgen hem neer te schieten. Geen herrie en lawaai, maar muziek hebben we nodig. Daar worden leeuwen zacht en kalm van. We spelen hem een klein wijsje voor. En dan doden we hem. Hem doden! Ah, madonna! Er is maar één oplossing. Strikken. Strikken? Wat bedoel je dan met strikken? Nou, een kuil graven, die met takken bedekken, waarop je dan een geit legt. En dan? En dan? Ja. Nou, dan wacht je. Ja, dan wacht je natuurlijk tot die geit in die kuil valt. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin. Er is heus wel wat beters. Ja. Wat bijvoorbeeld? Vuurwerk, vuurwerk. Ja. Ik steek dat aan. Dan moeten jullie eens zien. Een vuurpijl, boem, de leeuw er vandoor. Ja. Zo'n draaiende ster, ploef, plof, 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 plof. Er rent de heuvel af. Een hele sterrenregen. Plof, ploef, 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 plof, 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 plof. En hij zit in Klerselij. Nou ja, en dan? En dan? Ja. Dat is onze zaak dan niet meer. Ach, nonsens. Er gaat niets boven de weg geloden. In plaats van op de onwaarschijnlijke mogelijkheid te wachten dat de leeuw op de geit afkomt, zal de weg geloden ons naar de leeuw brengen. Nee, dat is waanzin. En ik beweer dat het slaan met stokken. Laten we over die wegroeden uitscheiden. Maar die kuil met die geit. Nee, muziek. En ach, ik zeg muziek. U dat zo'n wegroeden. En mijn vuurwerk dan. Ach, nee. Wie durft beweren dat geen lawaai maakt? Vrede, vrede, beminde broeders. Vrede. Denk aan de eendracht. Nou ja, maar wat is dan uw mening, meneer pastoor? Mijn mening is dat slechts het geloof de wereld redden kan, meneer de burgemeester. En de voorzienigheid. Ah, ja. De voorzienigheid. Bestaat er ook een voorzienigheid voor leeuwen, meneer pastoor? Wij kunnen slechts op onszelf vertrouwen. Op onszelf? Ja, zeker. En daarom is mijn oplossing... Nee. Die van mij. Maak mij van dat wat ik voorstel. Ja, maar jullie moeten toch toegeven dat mijn methode... Heren, denk toch aan de eendracht. Ik heb er genoeg van. Oh. Het is juist de eendracht die ons scheidt. Als we bij elkaar zijn, dan zijn we het nooit eens. Er is maar één ding mogelijk om eendrachtig te blijven, namelijk uit elkaar gaan. Ze gaan allemaal de andere kant op. Het is vreemd, ik had mijn dorp nog nooit zo gezien. Wat? Is het de eerste keer dat je in de toren geklommen bent? Kijk toch hoe leeg het is. Niets beweegt meer, niets leeft er nog. Alles is stil. Zo moet de wereld geweest zijn na de zondvloed. Ja, toen de wateren zich teruggetrokken hadden. Wij hier op onze toren zijn als Noé in zijn ark. Ja, een ark waarop de leeuw zijn plaats verbeurd heeft. Het zou fijn zijn als we alles opnieuw moesten beginnen. Alles? Ja, we zouden hand in hand de straten van het dorp intrekken... En geleidelijk aan, in de loop der jaren, zouden de lege huizen zich vullen met gelach en geroep. En wij zouden kunnen zeggen dat het dankzij ons was. Omdat wij van elkaar hielden. Geloof je dat dit mogelijk zou zijn? Waarom niet, Juliet? Oh, het zou een mooie droom zijn. Kus me, Juliet. François. Dat zal toch wel genoeg zijn? Dat moet wel. Ja, toch was 2 meter misschien beter? Wel, nee. Zelfs zo'n eerste klas begrafenis graven we niet dieper. Ja, dat is omdat een lijk zich niet beweegt, maar een leeuw. Een leeuw? Wat bedoel je? Nou, als hij probeert uit de kuil te springen. Ach, onmogelijk. Nou, dat valt nog te bezien. Onmogelijk. Als hij die geit in zijn maag heeft, zal hij geen reden meer hebben om er vandoor te gaan.
Het is immers de honger die de dieren wild maakt. Ja, en toch zou ik zeggen... Alles wat ik weet is dat ik genoeg heb van het graven. En als jij ermee door wilt gaan... Maar goed. Hier. Hier heb je mijn schop. En als je van reis houdt, profiteer er nou maar van. Het schijnt dat je, als je maar door blijft graven, uiteindelijk in China belandt. Het is toch niet waar? Op mijn woord. Dat zijn dingen die men in mijn vak weet. Moet zelfs de kortste weg zijn. Ach, dan zou je inderdaad maar een lift hoeven te maken. Ja. En je drukte maar op de knop en je was in China. Ja. De benen in de lucht. Ja. Nee, dat zou voor de dames nogal hinderlijk zijn. Ja. Dat zal dan ook wel de reden zijn waarom ze nooit zo'n lift gemaakt hebben. Hoe meen je? Dat ze zo'n lift niet maakten met het oog op de gepastheid. Ja, ongetwijfeld. Toch is het zo moeilijk niet. Je hoeft alleen maar een lift te reserveren voor dames. En een lift voor rokers. Natuurlijk. En ook liften alleen voor dames die roken. Ja, wat een romslomp zou dat geven. Ja, het zou per slot van rekening ook niet rendabel zijn. Ja, daarom hebben ze er natuurlijk ook maar van afgezien. Natuurlijk. Het is de preutsheid die de vooruitgang tegenhoudt. Ja, de preutsheid en de tabak. Ja, bij nader inzien zal het wel gaan. Wat? Die 1,50 meter. Het zal wel genoeg zijn. Om in China te komen? Wel, nee. Om die leeuw te strikken. Ja, de enige kink in de kabel is die stomme geit. Waarom? Heb jij niets gemerkt? Nee. Die stomme geit hier blaadt niet. Die is inderdaad stom. Wat zou dat? Wat dat zou? Als die leeuw niks hoort, dan komt hij ook niet. Hebben we die kou voor niks gegraven? Sapperloot. Dat is waar. Luister, er is maar één middel. Welk? Zelf voor geit spelen. Hoe dan? Luister maar. Ja. Nou, zeg je me daarvan? Ja, niet kwaad, maar het is misschien beter een jongere geit na te doen. Hè? Het beest is malser en dus zal dat de leeuw misschien beter bevallen. Luister. Ja, maar nou lijkt het vlees misschien te nuchter. Ja, kijk, dan moeten we er tussenin proberen. Oh, nou, vooruit, daar gaat hij dan. Dat is volmaakt. Uitstekend. Zeg eens, dan krijg je dorstvel als je voor geit moet spelen. Maak je niet ongerust. Ik ben op alles voorbereid. Ik heb een fles ouwe klare bij me. Dat is dan in orde, hè? Terwijl de ene blaad drinkt de ander... En terwijl de andere blaad drinkt één. Dus ieder op zijn beurt? Ja, goed. Jij blaad en ik drink. Nee, ik drink en jij blaad. Nee, ik zal drinken en jij moet blaten. Ja, als ik niet drink, kan ik niet blaten. Om te blaten moet je drinken. Ik ben er zeker van dat hij zich achter de struiken verschuilt. Monsieur Aguero, Monsieur Aguero. Mijn vrouwtje. U loopt te vlug. Excuse me, vrouwtje, het spijt me zeer, maar die leeuw is alles wat ik bezit. Oh, mijn hart klopt zo snel. Laten we even blijven staan. Maar Brutus, wij moeten hem vinden. Oh, alsjeblieft, Monsieur Aguero. Nou, omdat u het vraagt. Oh, Monsieur Aguero. Mijn lief, mijn vrouwtje. Hoe komt u toch aan die fascinerende blik? Ik weet niet. Dat is bij mij iets heel natuurlijks. Oh, als u me aankijkt, monsieur Aguero, dan voel ik me... Dat komt misschien omdat ik wilde dieren dresseer. En vrouwen? Die vrouwen? Kom, ik weet wat ik zeg. Er zullen er niet veel geweest zijn... die aan uw weerstand konden bieden, is het wel. Soms, mevrouwtje, soms. Kom nou. Goed dan. Heel zelden, moet ik zeggen. Ach, hoe heerlijk moet het zijn getemd te worden door een man als u. Geboeid, gehypnotiseerd door uw blik, monsieur Aguero. Makke, die hypnose is niet alles, lief mevrouwtje. Er is ook nog de zweep. De zweep, dat is prachtig. Maar mevrouwtje, wat ik u verzoeken mag, laten we hier niet blijven. Dan gaat Brutus er vandoor, laten we gaan. Ik volg u, monsieur Aguero. Ik zal u overal volgen. Laten we de grote weg nemen. Nee, laten we liever de bosjes ingaan. Brutus is misschien gaan drinken. Gaan we naar de rivier. Makke, om de brug over te gaan, moeten we toch de grote weg nemen. Ik ken een plek waar de rivier niet diep is. Daar zouden we door het water kunnen varen. Oh, Martin, dan wordt u mooie japonnetje laat, lief mevrouwtje. U zult me dragen, monsieur Aguero.
Ah, u zult me in uw armen nemen. Dus, die wichelroede van u zal ons rechtstreeks naar de leeuw brengen? Ja, met onfeilbare zekerheid. Ah, het is dus zoiets als een magneet. Magnetisch, hè? Als u het zo noemen wilt, ja. De magneet trekt het ijzer aan en de wichelroede de leeuw. Zo ongeveer. Maar waarom hebben we dan bijna een half uur gelopen? Ja, waarom niet gelopen? Als u wichelroede de leeuw aantrekt, dan hoeven we toch maar te gaan zitten en dan te wachten. Hij zal dan uit zichzelf komen. Onfeilbaar zeker komt hij dan. Er is geen sprake van. De wichelroede leidt ons. Die leidt ons naar de leeuw. Oh, dat verandert de zaak. Wat verandert het nou? Ja, dat verandert alles. Het is niet meer de wichelroede die de leeuw aantrekt, maar de leeuw die de wichelroede aantrekt. Dus is de leeuw eigenlijk de magneet. Ja, nou, goed, als u het zo wilt zien. Ja, maar u geeft toe dat het de zaak verandert. Heus, ik begrijp volstrekt niet wat u bedoelt. Maar als wij het ijzer zijn en hij de magneet... Wees stil. Wat is er? Het beweegt. Goeie genade, ja. Hou uw wichelroede goed vast. Het lijkt wel of het ding ervan door wil. Het weert zich zoals het zich nog nooit geroerd heeft. Oh, die leeuw is toch maar een goede magneet. Maar het is de leeuw niet. Maar iets anders. Wat dan? Ik weet het niet. Waar dan? Daar. Onder de grond. Kijk. Ja. De wichelroede trekt me mee. Ja. Die dwingt me. Oh. Het is misschien een schat. Zou ik denken? Ja, waarom niet? Goudstukken, edelstenen, goud. Dat is het. Ja. Dat is het, zonder twijfel. Wacht hier, ik ga een hou inhalen. Wat er ook gebeurt, voor u niet. Hallo! 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 Hoort u dat, meneer Pastoor? Ik meende toch dat iemand ons antwoord gaf? Helaas, meneer de onderwijzer. Enkel een echo, een illusie. En die gangen vormen een onontwarbare doolhof. Meneer Pastoor, als niemand ons te hulp komt, dan zijn we verloren. Dat Gods wil geschieden. Oh, alsjeblieft, meneer Pastoor. Die duisternis, die vleermuizen, dat druppelende water, dat is toch al mooi genoeg. Moet het dan ook nog de goede God bijhalen? Oh, ik was een idioot dat ik met u meeging, meneer Pastoor. Een leeuw zoeken in een steengroef, dat is toch krankzinnig. Laten we hopen dat... Wat u bedoelt? Niets bewijst dat de leeuw hier niet is. Wat zegt hij nou? Misschien is hij verdwaald, zoals wij, en doodt hij nu door de gangen rond. Dat is te gek. Dat is werkelijk te gek. Dat is onmogelijk. Laten we het hopen, mijn zoon. Laten we het hopen. Meneer Pastoor, met zijn reukzin van uitgehongerd beesten, geet dat niet, zal hij ons op het spoor komen. En die wilde beesten zijn als katten. Die zien in het donker. Ja. Als u lucifers niet in een plas water had laten vallen, zal u ook kunnen zien. Oh, wat ik u verzoeken mag, meneer Pastoor, dat is nou toch niet de tijd om ruzie te maken. Begrijpt u toch dat... Als die leeuw in die steengroef is, dan zijn wij het enige mogelijke voedsel. Ja, dat is zo. En het is misschien ons lot samen te sterven, meneer de onderwijzer. Oh. Eenzelfde dood, eenzelfde marteling als de eerste christenen. Oh nee. Laten we roepen. Laten we nog eens roepen. Hallo? Hallo? Oh, dat wachten. Dat wachten in het donker. Het is om gek te worden. En dat kan uren duren. Dagen, maanden misschien. Bid, mijn zoon. In het gebed schuilt vertroost. Meneer Pastoor, maak geen misbruik van de toestand. In de eerste plaats ken ik geen gebed. Arm kind. En in de tweede plaats, als God bestaat, dan weet hij wie ik ben en dan zal hij me oordelen. Ja, hij weet bijvoorbeeld, meneer Pastoor, dat ik niet altijd eerlijk en oprecht tegenover u geweest ben. Helaas, meneer de onderwijzer. Het is mijzelf ook wel eens gebeurd dat ik u heb bestreden met middelen die niets christelijks hadden. Het is niet dat wij slecht zijn, nee, maar het is de politieke hartstocht die ons op dwaal heeft gebracht. Toch zijn wij allen broeders. Ja, vijandelijke broeders soms, maar broeders. Broeders, ondanks alles. Broeders.
Wat een dag, wat een dag. De leeuw is ontsnapt. Mijn dochter is van huis. En ik ben geruïneerd. Ja, laten we nou de juiste volgorde in het oog houden, meneer de burgemeester. Laten we eerst met die leeuw afrekenen. Ach wat, een ontsnapte leeuw wordt wel teruggevonden. Maar als een dochter verloren raakt, dan is het voor het leven. Ik heb geen minuut te verliezen. Ik ga haar zoeken. Maar onder dergelijke omstandigheden is het uw plicht, meneer de burgemeester. Oh, plicht. En mijn plicht als vader dan? Die respecteer ik, meneer de burgemeester, maar het komt me voor dat het algemeen belang... Ja, natuurlijk, u hebt gelijk. Maar niet tenminste een tragisch, hartverscheurend conflict, hoor. Jazeker. Nou, geef mij de vuurpijlen dan. Dus u blijft? Ja, ik offer me op. Ah, daar ben ik blij om. Helemaal alleen zou het me niet makkelijk geweest zijn, maar met ons tweeën kunnen we alles afsteken. Wat, het hele vuurwerk? Dat drommels, als je die leeuw schrik aan wilt jagen. Ja. Dan moet die hele bliksem zijn mulde lucht in. Ja, maar als hij nou eens doof is, dan helpt het niks. Hij is niet doof. Ja, dan in elk geval dat al die vuurpijlen niet te duur zijn. Hier ligt voor 40.000 francs bij elkaar. En dan laat ik ze u nog voor de groothandelsprijs. 40.000 frank? 40.000 frank? Ja, oh. U had me een knalgoed vuurwerk besteld. En ik moet dat allemaal betalen? Drommels, ja. Want u bent de verantwoordelijke persoon. Oh, wat een dag. Wat een dag. Ja, hou uw oren dicht, meneer de burgemeester. Dag, ja. Het gaat af. Kijk eens. Marquet, ik zie niet. Daar omhoog in de lucht. Oh, het vuurwerk. Bent u daar zeker van dat het vuurwerk is? Oh, het slot. Een sterrenregen, monsieur Aguero. Oh, bravo. Vuurwerk, verschrikkelijk. Dat doet me altijd aan de oorlog denken. Ja, maar dit is toch maar gewoon vuurwerk. Ach, die oorlog. Dat is een ramp. Oh, dat hoeft u mij niet te vertellen. Ik ken niets verschrikkelijkers dan de oorlog. Inderdaad, monsieur Aguero. Inderdaad. De oorlog, dat is voor de mannen het einde. Oh. Maar oké, lief mevrouwtje, u is eruit. Van aandoening, monsieur Aguero. Een aandoening. U verloor misschien. Helaas, ja. Was hij jong? Mijn eerste man, ja. We waren even oud. Ik meen dus te mogen aannemen dat u twee mannen had. Drie. Oh, neem me niet kwalijk. Dat wist ik niet. Het is niet zo erg, monsieur Alguero. Het is niet erg. Nooit meer oorlog, lief mevrouwtje. Nooit meer oorlog. Oh, maar ze zijn niet in de oorlog gebleven. Nee, in hun geval wisten ze het niet precies. Verval van krachten, weet u. Oh, dat is vreselijk. Ach, kom, laten we er maar niet meer over praten. Het is al zo lang geleden. Makkee. Weet u, monsieur Alguero, die bosjes roepen herinneringen in mijn bakken. Herinneringen aan mijn jeugd. En uw jeugd, dat was gisteren, lief mevrouwtje. Oh, het komt zelfs voor dat het vanmorgen was. Men is zo oud als zijn hart, monsieur Alguero. En als zijn aderen, lief mevrouwtje. Laten we die vergeten. Nee, laten we die vergeten. Mijn jongen zei tegen me, wat moet je met dat houweel? Dat moet ik ermee, heb ik hem geantwoord. Hij heeft me een draai om zijn oren gegeven, want waar het schatten betreft... gaat het niet zozeer om rijk worden, maar vooral om het ongemerkt te worden. Nou zeg, neem het eens van me over. Huh? Ja. Ja, ik ben niet gewoon grondwerk te verrichten. Oh, mijn rug. Ja, geen maar gauw. Het zal niet lang duren. Maar u moet uitkijken dat ze ons niet bespioneren, hoor. We kunnen geen nieuwsgierigen gebruiken. Nou, want dan moet u schieten. Ja, maar als ik hem raak... Nou, en wat dan nog? Met die leeuw die rondzwerft is het heel gewoon dat je zenuwachtig bent. Nee, geloof me, ik heb aan alles gedacht. Lustig schieten. Ja, en als de schat de moeite waard is... zal dit de grootste overwinning voor onze vereniging betekenen. Uw vereniging? Hé, welke vereniging? De vereniging van wegroedelopers, van de Loire en Cher natuurlijk...
En als ik mijn rapport inzend... Wat, uw rapport? Ja. U bent niet lekker. Als je een schat ontdekt, dan rapporteer je niks en hou je mond. Ja, dat is de statuten van onze vereniging. Wat kan mij die vereniging van u schelen? Ja, ik ben eerlid en donateur. Nou dan, ze danken alles aan u, maar u niks aan hen. In elk geval geen woord over die schat, want dat ja, is... Goed, goed, goed. Een rapport, het toppunt. Je kunt even goed tegen een stel struikrovers zeggen... Ik ben rijk, schud me maar uit. Ja, ja, u hebt gelijk. En dan heb je nog de ontvanger. Die neemt alles in beslag. En de erfgename, ja, die met alle geweld arsenicum in je soep willen doen. Ja, 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 u hebt gelijk. Maar je kunt toch ook niet aan alles denken? Ja, maar ik wel. Hoort u dat? Uw houweel raakte iets metaligs. Trommels, het is de schatkist. Wat? We moeten nou voorzichtig te werk gaan. Wel nee, niet aarzelen. Zo'n kist heeft geen waarde, maar wel wat erin zit. Nou goed, daar gaat hij dan. Ik breek hem open. Hai, 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 een bron. Ik heb een bron ontdekt. Stomme ezel hier met die wichelroede. Dan tuig ik jou. Laat me los, laat me los. Wat kan met die schat van jou schelen? Ik heb een bron ontdekt. Een bron van ellende. Dat is het en niks anders. Kom, help me, dat gaat weer gauw dicht maken. Mijn bron. Ja, heb je het dan nog niet begrepen? Kijk eens omlaag, idioot. Het is de waterleiding van het dorp. Licht, lucht, we zijn gered. Het is een wonder, het is een wonder. God zij geloofd. Iedereen dank wie het ook zei. Oh, oh, wat is het heerlijk om te leven. Oh. Dat avontuur, dat was een beproeving. Een zware beproeving. Ja, dat is zo. Ja, en je komt er weer uit. Weer uit met een nieuwe, met een blij hart. Als gelouterd. Oh, ik heb al honger als een paard. Ik zou zelfs die leeuw kunnen verslinden. U niet, meneer Bezoek? Ik zal vanavond met meer godsvrucht dan ooit mijn avondgebed bidden. Ja, dat is een feit. Nou, wat mij betreft geloof ik dat ik vanavond eens lekker de stad in ga. Heus? Ja, oh, ik voel me zo flink als die jonge kerel. Ik sta... Als het ware ter beschikking, meneer pasteur. Ja, dat is het. Ik sta ter beschikking. Waarvoor, mijn zoon? Waarvoor? Voor alles, voor iedereen. Voor de zon, voor die mooie dag en voor de nacht. Die me wacht. Wel, ik hoop dat u die mooie dromen brengen zal, mijn zoon. Oh nee. Nee, geen dromen, maar het spreekt leven de werkelijkheid gemaakt. Uitstekend idee. Huh? Wat? Vanavond sta ik ook ter beschikking. En als u wilt, dan vieren wij samen onze terugkeer tot het leven. Ja, dat... Wij gaan samen een klein zondetje bedrijven. Wat? De zonde van de gulzigheid is op een dag als vandaag een dagelijkse zonde. En de goede God zal ons die vergeven. Heb ik van mijn leven. Dus als u dan vanavond bij mij zou willen komen dineren op de pastorie... Op de pastorie? Ja, ik heb in mijn kelder een fles die ik voor een grote dag bewaarde. En die zouden we dan samen soldaat kunnen maken. Ja, inderdaad, juist. Ja. We steken een vet gemeste kip aan het spit en we geven onze medeburgers een lesje in burgerlijke verzoen. Ja, jazeker, juist. Ja, we zullen samen een avond hebben van eerlijke, gezonde kameraadschap. Van man tot man. Van man tot man. Geloof me, meneer de onderwijzer, wij zullen ons uitstekend amuseren. Oh ja. Wat zullen wij ons amuseren? Umberto, mijn kleine Umberto. Umbertino. Mathilde, het is nu de tijd niet voor puzzelarij. Wij moeten onze kleine aangelegenheid bespreken. Ah, Umberto, nou al. Een huwelijk.
breuk is in verband met zakelijke kanten die besproken dienen te worden. Maar wat valt er te bespreken? Het is doodeenvoudig. Ik ben de slagersvrouw en jij zal de slager zijn. Kay heeft nog niet gezegd. Kay is nog niet gedaan. Ah, mijn lieve kermisklant. Betreur je vrijheid nou, hoor. Ja, Het vervelende in mijn vak is het stille seizoen. Maar in dit opzicht hoef je niet bang te zijn. De mensen eten iedere dag vlees. Wil dat misschien zeggen dat er 365 dagen per jaar gewerkt moet worden? We zullen een bediende nemen. Fabienne wat die bediende betreft, zie. Maar in mijn huis wil ik de baas zijn. Je doet maar, Umberto. Ik behoor jou toe. Fabienne. Maar jij bent het die het vlees snijdt en ik zal voor de kassa zorgen. Ja, Umberto. Fabienne. Dat is dus afgesproken. Wij trouwen. Una minuta. Waarom wachten als alles in kruiken en kannen is? Jij zal de baas zijn. Goed. Als Brutus gedood wordt, ben ik geruineerd en dan trouw ik. Maar wordt Brutus levend gevangen, dan verandert alles. Brutus, waarom? We hoeven mijn kamer neer te schieten. Maar ken je me gek? Een levende leeuw is een fortuin. Een dode leeuw is niks waard. Voor een temmer misschien, Umberto, maar voor een slager is het anders. Je kent niet alle knepen van het vak. Knepen? Wat knepen? Een dode leeuw is vlees en van alle vlees kan je worst maken. Wat Brutus? Worst maken van Brutus? Luister, Umberto. Eenmaal door de hakmachine zal Brutus een prima soort worst opleveren. Leeuwenworst. Maar kei, Mathilde, jij zit vol duivelse plannen. Uit liefde, Umberto. Ah, het is om jou te kunnen houden, mijn kleine Umberto. Stop! Stop! We hebben hem. Daar is hij. Wie? De leeuw? Ja. Ja, in die kuil. Luister maar. Ja. Wat is dat? Slaapt hij? Ja, natuurlijk. Een dier is als een mens. Na zijn maal moet hij zien dat hij het verteerd krijgt. En zo'n hele geit, hoho, dat is geen kleinigheid. Hoor je dat? Hij schijnt toch het hele beest niet opgekregen te hebben. Oh, goeie genade. Wat heb je? Hij heeft niet de geit, maar de smid opgevreten. Of de doodgraver. Ze waren samen. Misschien alle twee. Oh, de stakkers. Maar niettemin, wat een maag, hè? In elk geval bewijst dit dat het een gevaarlijk dier is. Laten we er maar niet te dichtbij komen. Toch moet het afgemaakt worden. Het moet worden neergeschoten. Ja, maar aangezien we niet te dichtbij kunnen komen... Juist. Zo op het eerste gezicht lijkt me dat onoplosbaar. Volstrekt niet. Luister, heren. U bent in oorlog geweest. Goed. We zullen die kuil zuiveren, zoals men een loopgraaf zuivert. We laten alle in de lucht vliegen. Stil. Wat is dat? De leeuw zingt? Maar dat is al te gek. Dat kan niemand verwijs maken. Ik schuif de takken opzij. Kijk eens in die kuil. Daar is jullie leeuw. Goeie genade. De doodgraver. En de smid. En zo dronken als een kanondervarkens. Die smeerlappen. De hele dag was voorbij gegaan. En nu ging de zon onder achter de woonwagen van monsieur Alguero. Brutus had aan niemand zelfs maar het puntje van zijn snor laten zien. Maar omdat het tijd werd voor het avondeten, ging iedereen terug naar het dorp. Doodmoe, hongerig en mopperig. Het is afgelopen. Oh ja. Ze zijn er nu weer allemaal. Ons dorp is gauw bevolkt geraakt. Het was een droom, Juliette. Dat kon niet altijd duren.
Ja, natuurlijk. Het was een droom. Een doodgewone droom. Je jurk is helemaal verkreukeld. Het hindert niet. Het is nylon. Nylon? Ja, dat is... Dat is heel praktisch. Ja. Dus... Dat was het dan, hè? Ja, dat was het dan. Ja, dat was het. Je zit helemaal onder het stof. O ja, maar het hindert niet. Even geborsteld en het is weg. Het is van Engels laken. Zo? Ja. Prachtig. Prima. Ja. Heb je nagekeken wanneer je trein naar Parijs vertrekt? O ja, natuurlijk. Heb je een plaats gereserveerd? Telefonisch. Huh? Dat is makkelijk. Het spaart moeite. We moeten naar beneden. Gelijk heb je. Maar niemand mag ons zien. Dat is helaas niet mogelijk. Kijk, ze staan allemaal onder aan de toer op het plein. Wat vreemd. Wat doen ze daar voor de slagerswinkel? Hemel, ja? Kalmte, kalmte. Op een afstand. Het wilde beest is in zijn hol. En wij mogen het niet laten ontsnappen. Zijn hol? Ja, zeker. Alsof mijn slagerswinkel een hol is. O, hier. Neem mijn geweer, monsieur Alkweer. O, je kan niet weten. Maak je nergens voor nodig. Het is niet enkel een formaliteit. Tegen mij zou hij zo zoet en braaf zijn als een schoothondje. Hij heeft immers alle biefstukken opgegeten. Ja, wees toch maar voorzichtig, hoor. Oh, het is vreselijk. Maar als dat beest die goede man nou dood, maar... Laat mij door. Laat mij door. Zwijg, ellendige dronkaard. Zo maak je het beest aan de gang. Dacht u nou heus niet dat een klein deuntje... Stilte. Kijk nou toch eens naar die zigeuner. Hij loopt op het dier toe. Hij raakt de leeuw aan. Hij streelt zijn manen. Niets in de handen. Alles in de oog. Oh, het is buitengewoon. Ja. Oh, het is gebeurd. Hij doet hem zijn halsband om. Nou gaat de zaak ons niet meer aan. De temmer die brengt hem naar zijn kermiswagen terug. Dat is uitstekend. Oh, wat een man. Hij weet zelfs met dieren te spreken. Ja, zo haalt ze onze zin, Frans. Ja, kijk toch niet zo zuur, meneer de burgemeester. We zijn toch gered. We zijn er zelfs goedkoop vanaf gekomen. Oh, dacht u dat, meneer de onderwijzer? Allemaal ossenhazen, 15 stuks roastbeef, 20 schapenboot en 1 ribstuk. Dat is zo op het eerste gezicht wat u opgegeten heeft. Maar ik zou voor u gespecificeerde rekening sturen, meneer de burgemeester. Oh, wat een dag, wat een dag. Nu moeten we de mensen van het dorp waarschuwen dat het gevaar geweken is. Ja, zie je wel? Hadden we nou die luidspreker maar, hè? Laten we in afwachting daarvan de klokken gaan luiden. Kom, meneer de burgemeester, de eer is aan u. Wat ik gezworen heb, dat blijf gezworen. Ik moet hem burgen. Oh, arme kerel. Och, hij heeft een aanval van delirium tremens. Ach, kom, laten we hem naar de slagerij brengen. Kom, pak hem op. Heel voorzichtig, hoor. Nou, waar blijft u nou met die emmer water? Dan gooien we die over het hoofd. Ja, het gaat niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb geen water meer uit de kraan. Oh, dat is de droogte. Ja, dat moet het wel zijn. Mijn ketel is helemaal droog. Laten we water vragen aan signor Alguero. Die heeft een watertank in zijn woonwagen. Ja. Oh, dat kan niet meer. Hij is net vertrokken. Wat zegt u me nou? Ik weet niet wat hem ineens bezielde. Hij heeft zijn leven in zijn kooi gesloten. En weg was hij. Hals over de kop. Alsof de duvel hem op de hielen zat. Oh. Wat nou? Achter de slagersvrouw is flauw gevallen. Geef me dan maar de fles azijn. Zo, hier. Ja, zo. Over de hoofd. Ja, ja. Zo. Giet maar door. Ja. Giet maar door, het schijnt toch goed te doen. Ja, voorzichtig. Umberto. Huh? Hey, luister. Wat horen we daar? Dit, geen twijfel mogelijk. Het komt uit de ijskast. Dit kan alleen maar een auditieve en collectieve hallucinatie zijn. Moeten we toch eens kijken. Ik doe de koelcel open. Ja, voorzichtig. Milou en de straathond. Net mijn geforceerde geldlaag.
Dat verklaart alles, kereltjes. Jullie hebben de kooi van de leeuw opengedaan om een soort van paniek te scheppen en dan je slag te kunnen slaan. Ja. Maar wie een kuil graaft voor een ander? De leeuw is komen opdagen toen jullie de hand sloegen aan de geldla van mevrouw de slagersvrouw. En om aan het dier te ontkomen, hebben jullie je in de koelcel opgesloten. Maar nou zijn jullie erbij, rakkers. Bekennen het maar. We bekennen alles, maar onder één voorwaarde. En die is? Dat we een gloeiend hete grok krijgen om weer warm te worden. Juist, een hete grok. En goed sterk, papa. In de toren, mijn dochter, met een vrijer. Maar meneer... Geruïneerd en onteerd. Alles op één dag. Alle duivels. Meneer, ik verzeker u... Ik geloof u niet. Ja, maar vader, ik zweer u dat... Ik wil niet horen. Schrij hard. Schrij te hard. Schrij even te gelui, meneer pastoor. U maakt ons nog doof. Meneer... Sterker. Hey, vader, luister toch naar hem. Meneer, ik heb de eer u te vragen. Wat? Vraagt u me nog? U verleidt mijn dochter en u hebt de onbeschaamdheid mij nog iets te vragen. Ik vraag u de hand van uw dochter. Wat? Hij houdt van mij. Ik houd van hem. We houden van elkaar. We willen trouwen. Met ringen en al. Allebei. Wat? Een huwelijk? Ik huwelijk mijn dochter uit? Oh, wat een dag. Wat? Ik zeg wat een mooie dag. En nu, moeder, is er geen gevaar meer. En het hele dorp is aan het feesten. Ik geloof dat ik de enige ben die nog niet meedoet. Daarom besluit ik mijn brief. Een kusje van uw Michelle. Ik ben klaar, tante. Mijn brief is af. Nou, het werd wel tijd. Mag ik nou nog even buiten spelen? Laat me eerst eens zien wat je geschreven hebt. Hier, tante. Hoi! 4 grote pagina's vol. Dat is goed. Zie je nou wel dat je schrijven kunt, als je maar wilt? Je kan altijd wel wat schrijven. Je zei dat je niet wist wat je zeggen moest. Nou, laat eens kijken wat je daar vertelt. De doodgraver en de smid, de slagersvrouw en signor Alquero, Brutus de leeuw. Maar wat moet het allemaal betekenen? Nou, u wou toch dat ik 4 bladzijden vol kreeg? En wat zou dat? Wat dat zou? Dat ik wel wat moest verzinnen. Leeuw met verlof. Dat was een radiocomedie van Claude Denis en Pierre Nivolet. De rolverdeling: het kind Monique Povel, peettante Irene Poorter, veldwachter tevens dorpsomroeper Constant van Kerkhoven, apotheker Jan van Ees, onderwijzer Jan Borkes, slagersvrouw Tine Medema, smid Jos van Turenhout, directeur van de Harmonie Maarten Kaptein, ijzerhandelaar Han König, doodgraver Sylvain Poons, burgemeester Louis de Bree, Alguero Jean Sour, Juliette Nora Boerman, François Alex Vaassen Junior, de straathond Tom Hakker, Milou Donald de Macas en de pastoor Philippe Lachapelle. De muziek voor dit spel werd speciaal gecomponeerd door Jean Vienner. Vertaling Frans Bronklaas. Regie Leon Povel.